geruimtijd is al commentaar en ontevredenheid uit vanuit de gemeenschap dat Leo Brunswijk meerdere functies heeft. En natuurlijk hebben wij als partij, en ik had ook met de president ook al een keer gesproken dat we daar aan gaan kijken. En gisteren hebben ze weer gevraagd dat wat gaat gebeuren. Heb ik gezegd van, we gaan in ieder geval die functie Leo vragen om afstand te doen. En dat is inmiddels gebeurd. Maar je weet het, moet een AFA komen en moet nieuwe kandidaten gezocht worden. Dus het proces is al ingezet. Ja, vanaf vanmorgen is het proces ingezet om te kijken naar potentiële kandidaten. En dat voorbereiden van de AFA, ik moet nog machtiging krijgen van de president om die AFA te houden. En is al gevraagd. En het proces is ingezet. Leo is ook bereid. Hij is Suriname, hij is capabel. De CNKT maar één functie overhouden. Ja, al die andere bij Staatsolie gaan we weghalen. RVC bij EBS gaan we weghalen. SLM gaan we weghalen, enzovoort. Dus we gaan weghalen bij een aantal van die functies die hij heeft. Dus dan gaat hij maar één functie overhouden. Dat gaan we nog bespreken met hem. Intussen heb ik op een filmpje gezien dat u oproep doet aan de demonstranten tot dialoog. Wat voor reacties hebt u daarop gekregen, vicepresident? Ja, ik heb een reactie gehad. In ieder geval dat er vandaag een dialoog gaat beginnen. Ik heb ook gisteren met de president gesproken en de president heeft die mensen uitgenodigd. En ik denk dat ze gehoor daaraan hebben gegeven. De president heeft gezegd dat we in dialoog gaan. En dat ik denk dat het vandaag 2 uur... dat die mensen in dialoog gaan met de regering en de president. En ik denk dat ik ook aan ga zitten. Maar nu hebben de demonstranten gezegd dat, tenminste hun leiders, dat ze niet in dialoog gaan met de regering, zolang hun eisen niet zijn ingewilligd. Ja, maar als je niet in dialoog gaat, dan hoe gaan we weten wat die eisen zijn, de concrete eisen die je hebt? Moeten we toch eerst aan tafel en dan worden die eisen, als redelijk en billig en redelijk zijn, dan gaan we daaraan serieus werken, toch? Dus maar als je staat en ik weet niet waar over het gaat, dan is het moeilijk voor mij. Ik weet dat een van die problemen was, Leo heeft te veel functie en dat hebben we al besproken. En dat gaan we al inwilligen. En als er nog andere problemen zijn, moeten we komen praten. En dat gaan we vandaag doen. Maar ze zeggen dat ze niet naar het gesprek gaan komen, vicepresident. Dus in ieder geval, ik weet het niet hoor, als het dat is. Maar wat mij is beloofd, is dat we vandaag gaan zitten. En wie heeft dat beloofd? Kijk, dat wil ik niet doen om aan de telefoon of aan de pers. Als u me na 3 uur belt, of na 2 uur, dan kan ik precies zeggen wie. Maar nu wil ik het niet zeggen. En als ze niet komen om te praten, wat gaat er dan gebeuren? Ja, dan gaan we weer vragen. Kijk. Deze regering, we kiezen pas van dialoog. Ja, we kunnen ook zeggen van oké, je hebt geen vergunning, je komt op straat enzovoort. Maar dat hebben we ook niet gedaan. We hebben gewoon gezegd, die Surinamers, die mensen hebben zijn democratische recht, zijn op straat gekomen vreedzaam. Zolang het vreedzaam blijft, is er geen probleem, toch? Maar we willen weten wat aan de hand is. Als de regering iets doet die niet goed is, laten we horen, dan kunnen we dat corrigeren. Daarvoor zijn we regering, we zijn voor het volk. Dus ik hoop dat ze vandaag komen, dat ik ook bij kan zijn bij de president. En zodat ik precies kan horen wat die grieven zijn. Dan gaat de regering daaraan werken. Want een president, die weet het, is man voor het volk. Hij heeft altijd de chance, hij wil niet kan optreden. Je weet het, toen hij nog bijvoorbeeld minister van Justitie was, had hij een andere houding, optreden. Maar nu zegt hij, nee, VP, we gaan die zaak anders aanpakken. Daarom ben ik heel blij. Ik hou ervan hoe hij zijn beleid uitvoert. Vooral wanneer het gaat over optreden tegen ons eigen mensen, wil hij dialoog hebben. En ik sta altijd achter hem. Ik ben ook blij hoor, wil ik ook de demonstranten bedanken. Ik heb een oproep gedaan. En ik wil zien dat die mensen vandaag niet op straat zijn. Dus met Breti dat ook aan Taki en dat vandaag
echt, ik weet het niet hoor. Ik ben heel blij, ik ben God dankbaar. Kan je naar Gado, geef me een kaffe die zie. Maar in ieder geval, een regering Briti, ja. Ik heb vanmorgen ook met de president gesproken. Dat, CP, ik ben heel blij dat dat aan je wakker zo. Dus ik ben blij, ja. Maar vanmiddag zijn ze wel op het plein. Ik, dat weet ik niet. Als ze vanmiddag op het plein is, dan zijn ze op het plein. Maar in ieder geval, ik heb gezien dat ze vanmorgen niet op straat zijn.